Zo, dat is een hoop ruimte. Maar moet je kijken hoe dit eruit ziet. Ja, dit is echt tof. Dit is tof. Kijk, nu zijn we bezig, jongens. Bam! Hoppatee. Dit moeten we hebben. Dit is top. Nu gaan we echt produceren, jongens. Kijk dan, met die fannetjes eronder. Ja, dat is top. Yes, vrienden en fans. Wat is het leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug bij Definitely Not Fried Chicken. Waarin we nog steeds in ons drugskartel zitten. We leven nog steeds, we handelen nog steeds. Maar we hebben wel een paar problemen die we deze aflevering moeten gaan oplossen. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben gehad. Wij gaan lekker spelen. Ja, we hebben dus een probleem. We hebben zeg maar auto's genomen. Alleen nu zijn we zoveel aan het vervoeren dat het hier de hele tijd leeg is. En dat wil ik niet, want ik wil natuurlijk dat het hier vol zit, zodat we zoveel mogelijk wiet kunnen gaan verhandelen, want dat is nog steeds het enige wat we doen. En ik had natuurlijk in de vorige aflevering gezegd dat ik het hier wou gaan verbouwen. Nou, ik heb daar een beetje over lopen nadenken. En ik ben erachter gekomen dat we eigenlijk helemaal geen garage hoeven te bouwen, want we hadden eerst natuurlijk de scootertjes. We hadden 3 scooters, dat betekent dat we 3 doosjes per keer konden vervoeren in de stad. We hebben nu 3 auto's. En we kunnen 4 dozen per auto vervoeren. Dus dat betekent dat we 12 scootertjes hadden gehad. Als we allemaal scooters hadden neergezet in plaats van de auto's. Dus ik denk dat we dit gewoon kunnen houden. En dat we dit gaan uitbreiden helemaal hier zo naartoe. Dus onze fabriek en onze keuken en weet ik het allemaal. Dat we dat allemaal gaan uitbreiden. En dan hoop ik dat we aan het einde van de aflevering het zover kunnen krijgen. Dat al onze auto's vol zitten met wiet. Maar dat we dan ook nog hier genoeg hebben om te kunnen vervoeren. Of waar onze storeroom dan ook gaat komen. Zodat we dat efficiënt kunnen gaan doen. En als dat lukt, dan gaan we heel veel geld verdienen. Dan kunnen we echt alle kanten op. Dus het zou echt top zijn als het gaat lukken. Alleen het probleem wat ik nu heb, is dat ik dit allemaal weg moet halen. En ik heb geen idee hoe dat gaat met ons personeel. Gaan we dan ook weg? Ik denk het niet, maar we gaan er nu achter komen, want ik ga het allemaal weghalen. Oké, we gaan. Ik heb trouwens ontzettende last van hooikoorts. Ik weet niet of meer mensen daar last van hebben, maar mijn neus zit weer helemaal dicht half. Ze hebben het gras lopen maaien hiernaast. Het is echt verschrikkelijk sinds die tijd. Dus ik heb geen huis- of meidallergie. Ik heb hooikoorts. Daar ben ik achter gekomen. We gaan moven. Dus we gaan dingen weghalen. Sell item. We krijgen er ook wat geld voor terug, zie ik nu pas. Niet alles, niet de hoofdprijs, maar of de originele prijs, maar hè. We krijgen wel wat terug. Dus ik ga het gewoon allemaal verkopen. En dan gaan we alles opnieuw opbouwen. Dat is het plan. En dan moeten we natuurlijk hopen dat we geen politie krijgen. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Ik heb hem wel op pauze staan. Dat had ik al natuurlijk. Gewoon voor het geval dat. Dit gaat allemaal weg. Ik weet niet of ik dit goed hoor. Misschien kan het veel sneller. Maar hè, dit is de eerste keer dat ik dit doe, jongens. We gaan dit wegdoen. We gaan dat wegdoen. Er zat volgens mij wiet in. Nou goed, weet je, prima. We gaan het helemaal overnieuw doen. Het komt allemaal goed. We hebben ook wat geld. We zitten op 20.000, denk ik, als we dit allemaal weg hebben gehaald. Juist. En dan denk ik dat wij... Even kijken, hoe kon ik dat ook weer snel doen? Juist, zo ja. Kijk, we krijgen ook wat terug. Zie je dat? 2000 al. Dit gaat weg. Dit gaat allemaal pleitoes. En dit stukje gaat weg. Juist, en dan gaan we even kijken. Nee, dat wil ik niet wegdoen. Dat gaan we eventjes anders doen. 487 krijgen we terug. Dat is prima. Deze gaat... Uh-oh, wat doe ik nou weer? Oké, geen stress. Deze die komt hier. Hè, want we gaan... We kunnen er 4 plaatsen als we dat dan... Ja, we hebben natuurlijk hier dan geen... Ga ik dat op die manier doen? Ja, nu wordt het... Ik weet niet hoe lang ik hiermee bezig ben, jongens. Misschien gaat het wel de hele aflevering duren. Even kijken. Employees, factory. Oké, laten we dan gewoon die... Even denken. Ja, laten we dit ernaast doen. Dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste dingen. Kijk. Laten we het doen. We gaan er eentje bij zetten, zodat we nog meer kunnen gaan dingen, ze. Want dan hebben we dit hele stuk over. En dan ga ik weer naar Demolish. Waarom kan dat niet? Wat is er aan de hand? Demolish. Juist, dankjewel. Oké, we zitten op 23.000 euro. En dan hebben we dus dit hele stuk om te gaan bouwen. Dan gaan we nu dus bedenken waar onze ingang komt. Waar gaan we dat doen? Kan dit weg? Die prullenbak kan niet weg.
Ik denk dat ik mijn growroom hier doe. We moeten trouwens ook opletten dat we hier zo'n gang hebben. Ik denk dat ik dat als eerste ga doen. We gaan een gang bouwen en die komt hier. Alleen dan moet ik even kijken, volgens mij kan dat niet. Trouwens, kijk, die deuren, die krijgen we dus wel gewoon terug. Dus als jij op move klikt en je doet een per ongeluk weg en je krijgt geen geld, dan heb je alsnog gewoon die deur in je inventory. Dus dat is wel fijn. Kijk, zie je dat? Het kan niet. Gelukkig dat ik dat nu zie. Dus deze gang, die moet dan hier komen. Volgens mij. Ja, laten we dan die gang zo doen. En nog dit stukje. Voor nu. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil bouwen eigenlijk, maar dat gaan we zien. Kijk, nu kan het dus wel. Dus hier zo komt een deur. Hier komt een deur, hier komt een deur en hier zo komt de deur. Ja, dat wordt lachen zo meteen, want we moeten natuurlijk ook weer alles gaan instellen volgens mij. Want als ik nu hier naartoe ga... Oh ja, de ene auto hadden we natuurlijk gehouden, maar de rest moeten we weer gaan instellen. Ga ik dat nu doen? Nee, dat doe ik zo meteen. We gaan eerst dit bouwen. Dit is allemaal weer oké. Hier zo wil ik dat ook doen. Want anders hebben we daar natuurlijk geen... Hey, dat kan niet. Hey, wacht eventjes. Dat is een probleem. Kijk, want nu hebben we daar geen muur. Oh, dat is niet fijn dit. Hey, waarom kan dat niet? Of we laten het gewoon zo. Want ik neem aan dat als ze komen en ons aanvallen, gaan ze niet hierin. Ofwel. Nou ja, hoe dan ook. We hebben wapens, zoals in de vorige aflevering. Hè? Dat hebben we allemaal gezien. We hebben wapens. Iedereen heeft volgens mij een wapen. We kunnen ons goed verdedigen. En ik wil dit toch zo houden. Want ik wil gewoon die extra garage erbij hebben. Dus ik ga dat gewoon houden zo. We gaan beginnen met... wat gaan we als eerste doen? Ik denk dat ik hem toch doortrek. Juist. Helemaal rondom. Ja, want dan hebben we sowieso een dubbele muur. Deze komt ook hier zo en deze komt hierheen. Juist, er komt helemaal gang omheen. Ik denk dat dat wel handig is. Ja, laten we dat doen. We beginnen met de staff room. En ik zit nu even te denken waar ik mijn grow room ga doen. Ik denk dat ik het hier wil. Dus hier zo komt onze, hoe heet dat? Onze keuken, onze staff break room, onze slaapkamer en de wc. In dit gedeelte, zeg maar. En dan doen we hier zo onze grow room, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus laten we dat gaan maken. Oké, ik begin dus met de staff breakout room. En die komt dan, even kijken, die komt hier. Juist. Pak ik eventjes een deur. En die deur die komt dan... Even kijken. Wat is handig? Dat zien we altijd eigenlijk op het einde. Wat dan het handigste is. Laten we het nu even voor, hier zo doen. Ja, dan krijgen we de kitchen. En de keuken die komt hier in het midden. Ik denk dat dit voldoende is. Krijgen we ook hier weer een deur. En dan krijgen we hier zo... laten we de staf... Even kijken. De wc... Laten we die hier zo doen. Daar komt ook weer een deurtje in. En dan krijgen we daarnaast krijgen we de slaapkamer. Ja. En ook hier zo krijgen we weer een deur. Ja. We kunnen er altijd nog voor kiezen om die deuren te verplaatsen naar deze kant. Zodat als ze ons aanvallen, want hier ga ik ergens de ingang... Dat is ook niet heel handig wat ik nu doe. Want hier komt de grow room. Als ik hier nou de ingang doe, dan komen ze meteen hier in onze grow room. Dus laten we dan de ingang hier doen. Dat ze eigenlijk... Ze moeten dan hier door deze gang heen lopen. Of hier. Totdat ze bij onze... Ja, dat gaan we doen. Dus hoe dan ook. Ze komen via of hier naar binnen of hier naar binnen. Laten we dan hier zo de ingang doen. De ingang en de uitgang. Dus we hebben maar één ingang en één uitgang. Ik denk dat dat wel handig is. Oké, dit hebben we gedaan. En dan gaan we nu verder. We moeten trouwens ook de storeroom doen natuurlijk. Laten we dan de storeroom hier in de hoek doen. En dan hier de growroom. Zodat ze vanaf hier zo snel naar de auto's kunnen lopen.
juist. Ik denk dat dit wel voldoende is. Of heel iets groter misschien. Laten we het heel ietsjes groter doen. Dan krijgen we de deur. Die komt dan daar. En dan hebben we dit als onze grow room. En volgens mij zijn we dan een heel stuk groter bezig. Ja, dat is top. Ik weet niet of het precies is wat ik in mijn hoofd had zitten, maar hè, we zijn weer op weg. Ik baal wel van dit hier. Ik kan dat oplossen door deze garage weg te halen. Ga ik dat doen? Jongens, ik denk het wel. Ja, ik ga dat toch weghalen, want ik wil gewoon goed beschermd zijn. Ik vind het toch wel heel belangrijk. En we moeten toch maar even kijken hoeveel wiet we nou eigenlijk gaan produceren straks. Ja, dus laten we dan toch maar hier zo een extra gang bouwen. Zodat we toch nog extra beschermd zijn. En dan doen we die deur die hier zit. Die doen we dan hier. Zodat dan komen ze hier binnen. Als we geluk hebben, loopt hier iemand met een wapen of een guard of zo. En die schiet er meteen uit. Dan zijn we daar vanaf. Dus dan ziet het er nu zo uit. Dit wordt ons complex. Zie je dat? We hebben gewoon dubbele muren. Alles zit zeg maar ergens ingebouwd. Ik denk dat dat wel handig is. Het ziet er niet heel mooi uit of zo, maar we moeten ons kunnen beschermen. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ja, dan gaan we het nu gewoon inrichten en dan gaan we weer lekker spelen. Dat gaat best wel snel. Ik zit op 13 minuten en ik ben nou al veel verder dan ik dacht. We beginnen dus met onze staff break room. We kunnen het trouwens ook ramen erin zetten. Ik weet niet of dat handig is. Moet dat? Weet je wat? Laten we eerst maar eens de ding neerzetten. De tv. Juist, laten we dat doen. En dan zetten we natuurlijk een bank neer. Zo ja. Dan zetten we weer deze neer. Een prullenbakje natuurlijk. Ja, en dan zetten we even kijken. Een vending machine. Zullen we ze verwennen? Weet je wat? We doen het gewoon. We doen het gewoon. We zijn aan het upgraden. We geven gewoon wat extra geld uit. Dit is klaar. Dan gaan we door naar de keuken. Even kijken. De keuken. Wat hebben we ook alweer allemaal nodig? Want er stond best wel veel in. Deurtjes hebben we natuurlijk al gedaan. Counter. Laten we eerst gaan voor de zitplekken. Laten we dat daar doen. Dan krijgen we onze counter. Dan krijgen we onze koeker. Zodat ze lekker kunnen koken. Dan krijgen we een microwave. Die kan daarop. Dan ga ik nog een counter neerzetten. Oh, we zien onderin de hoek een moderator van mij is Euro Truck Simulator 2 aan het spelen. Richard, heel veel plezier. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Even kijken. Hier zo krijgen we een prullenbakje. En op dat prullenbakje. Op het counter krijgen we dan een snijplankje. Natuurlijk krijgen we een koelkast. Juist. En oh ja, dit moeten we ook hebben. Dat is de sink. Die komt dan daar in de hoek. En dan denk ik dat ik ook een koffiemachine ga neerzetten. Gewoon voor erbij. Juist, perfect. Oké, volgens mij hebben we dan alles. We hebben volgens mij alles. Ja, behalve dit dan, de koffiemaker. Dan krijgen ze een energieboost. Weet je wat ik doe? Ik doe het gewoon. Nu hebben ze echt alles. Nu hebben ze echt alles. Nu kunnen ze echt nergens meer over klagen. Ik hoop trouwens dat als wij straks het spel weer gaan starten, dat ze dan allemaal weer naar hun plek gaan. Dat ze niet denken van, waar ben ik? Dat ze allemaal vastzitten. Want dan hebben we een probleem en dan moet ik weer dingen weghalen. Ik hoop dat dat goed komt. We gaan door naar de wc nu. Dus ik ga... Oh, dat is al heel smal wat ik heb gedaan, maar goed. Laten we dan dat doen. Krijgen we het... Ja, dat is al heel smal eigenlijk, dit. Ai. Dit wordt de slaapkamer. Ik kan ervoor kiezen om hem groter te maken. We kunnen altijd nog dingen veranderen. Ik kan dit altijd erbij betrekken. Deze had ik nog. Die komt dan hier. Net zoals een sink. En dan hebben we eigenlijk weer precies zoals we het hadden. Dan gaan we door naar de slaapkamer. En in de slaapkamer zetten we natuurlijk goede bedden neer. Doen we er twee, wat we hadden. We zetten weer eventjes een boekenplank. Ja, dat gaat hem dan niet worden. Dan ga ik toch nog eventjes wat erbij betrekken. Even kijken. Dan pak ik move.
Kijk, en dan ineens kunnen we hem wel plaatsen. Kastje erin. En dan hebben we dit eigenlijk in principe klaar. Dan kunnen we altijd nog een extra bed, weet je wat? We doen het gewoon. Laten we een extra bed neerzetten. We hebben 13k over. Dit gaat supergoed. Dit gaat echt top. Grow room. Nee, de store room. Dat moeten we doen. Laten we hier allemaal rekken neerzetten. Die hebben we sowieso nodig. Dan krijgen we... Even kijken. Dit moeten we allemaal nog unlocken. Maar deze niet. Ja, dan krijgen we toch weer een... Ja. Ga ik dat toch doen. Dat we twee plekken hebben om te kunnen dingen. Dan houden we alsnog best wel een groot gedeelte over voor de grow room. En vergeet niet mensen, we kunnen altijd nog land erbij kopen. Dat geld hebben we nu niet. Maar dat komt natuurlijk wel. Dan pakken we dit denk ik erbij en dan kunnen we hop, dan kunnen we de grow room vergroten. Dus dit is eigenlijk best wel een goede setup nu. Voor nu. Eventjes denken. Hebben we alles voor de dingen? Volgens mij wel. Ramen erin. Nou, dat hoeft niet. Althans niet nu. En dan gaan we door naar de grow room. Ja, daar gaan we. En dan moet ik even denken hoe ik dit ga indelen. Want we moeten ook denken aan de lampen. Ja, daar gaan we. We beginnen denk ik gewoon hier. Pakken we die hele rij hier. Denk ik. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zodat ze zeg maar als er iets is, dat ze hier achterlangs naar de lampen kunnen. Want de lamp hebben we nodig. Waar stonden die ook alweer? Nee, wacht. We gaan eerst even wat anders doen. Onze drying racks. We hebben nu veel meer potten, dus we hebben ook meer drying racks nodig. Laten we dan gaan voor 3. En dan krijgen we hier, zo krijgen we de cutting tables. En dan pak ik natuurlijk de cutting table die ik nieuw heb gekocht. Doen we er 2 van. Ja. Traps. Waar stond dat ook alweer bij dan? Die lampjes en zo. Hey, waar stonden mijn lampjes? Oh, hier. Deze is ook boeiend. Medium Artificial Light. Want we zijn natuurlijk ook in de vorige aflevering bezig geweest met handelen met de bedrijven. Dat gaan we straks ook weer doen, denk ik. Zodat we kunnen upgraden. Deze die komen hier zo. Ik weet niet hoeveel ik er nodig heb. Ik denk dat ik gewoon... Laten we de 3 doen. Dan moeten we die waarschijnlijk ook weer opnieuw gaan instellen zo meteen. Ja, dat dacht ik al. Laten we dan 50 doen. Oh, ze staan allemaal gelijk op 50. Oké, kijk, nu hebben we weer 3 van die sterretjes. Dat is top. En wat we nu moeten doen, dat moeten we niet vergeten, is eventjes dit op alleen maar die groene zetten. Gewoon voor het geval dat we zeker weten dat we nog steeds alleen maar die groene doen. Want dat is ook het enige wat we doen. Dus laten we dat dan eventjes snel instellen. Ik wil trouwens iedereen bedanken die de vorige Definitely Not Fried Chicken video hebben geliked en gekeken. Dankjewel. We zetten dit eventjes ook uit. Ja. Doen we hier ook, zodat er alleen maar groene wiet in komt staan. Dit is wel een hoop werk. Ik weet niet of het moet, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het toch fijner om dat op deze manier te doen. Yes. Oké, dat hebben we gedaan. Wat ga ik nu doen? Ik ga even snel hier naartoe en dan gaan we die auto's doen. Even allemaal zo doen. Het is wel echt een hardcore management game hoor, dit. Auto 1. En ook hier zo doe ik dit allemaal weg. Dan doen we even kijken. Auto 2. Ja, deze ook allemaal. En dan hebben we auto 3. En ook deze gaan allemaal weg. Oké, dan hebben we dat allemaal georganiseerd hier. Dat is allemaal ready. En dan eventjes dubbel checken. Hebben we wat gemist? Ja, op zich wel. Booby traps kunnen we neerzetten. Dus dat ga ik sowieso ook doen. Dat zijn, even kijken, waar stond dat ook weer? Hier zo. En dat is dan in de grow room toestand. Huh? Kunnen we dat daarin leggen dan? We kunnen booby traps in onze grow room leggen. Oké. We hebben er 2 trouwens. Gratis. Of althans, die ik in mijn inventory had gezet. Oh, we kunnen wel booby traps neerzetten hier.
Maar gaan onze eigen poppetjes dan ook dood als ze erop komen? Dat is dan de vraag natuurlijk. Trouwens, ik zie een probleem. We hebben geen deur. Wacht even. Ik zie een probleem. Waar komt de deur van de grow room? Ik denk hier. Ja, we gaan hier zo'n deur plaatsen. Een deur wil ik. En dan doe ik a door dat opens for everyone. Weet je wat? Laten we gewoon dit doen. Laten we het professioneel doen. Dit is onze deur van de grow room. Ja, dit ziet er top uit. Dit ziet er veel beter uit dan wat we hadden. We zijn geüpgraded, mensen. Alles is groter. Althans, onze grow room, wat het allerbelangrijkste is. Want ik wil die auto's vol hebben. We zitten 20 minuutjes in de aflevering. We gaan zo meteen op play klikken. Of zullen we dat nu doen? Wacht even. Ik wil toch eventjes... ik wil toch even die traps neerleggen. Dat ga ik toch hier zo doen. En dan denk ik dat ik er ook eentje... Weet je wat? We zien het wel. Wat er gebeurt. Oké, we zijn weer begonnen. Weten ze waar ze moeten zijn? Alsjeblieft, doe je werk. Alsjeblieft, doe het gewoon. Het scheelt zoveel gedoe. Ja, dus als we dan zo meteen even de muurtjes omhoog halen, dan kunnen we precies zien hoe en wat. Volgens mij kunnen ze een weg weer vinden. Ja, dit is top, man. Kijk, daar gaan ze. Het is geweldig. Trouwens, wacht even. Hè, dat is altijd achteraf. Als je alles hebt gebouwd, dan zie je ineens weer dingen die je wil veranderen. In onze storeroom hebben we geen deur naar de grow room. Dus dat gaan we eventjes doen. Dan pakken we deze en dan pak ik deze deur. Hé, wacht even. Hoezo kan dat niet? Oké, dat doen we het hier. Juist, zo ja. Dus dan kunnen ze vanaf hier kunnen ze heel makkelijk naar de storeroom. En van de storeroom kunnen ze dan heel makkelijk naar de auto's lopen. Juist. Oké, hoe ziet het er dan uiteindelijk uit? Dan hebben we op dit moment dit. Dit is onze organisatie op dit moment. Plus onze wasseretten natuurlijk. Maar dit is hoe het er nu uitziet. Is het niet mooi? Is het niet prachtig? Hij is niet zo blij. Ik weet niet waarom dat is. Wat is er aan de hand met jou? Wat is er aan de hand? Hij wil naar de break room. Nou, dat kan toch zometeen? Ze hebben toch straks pauze? Of kunnen ze daar niet langs? Kunnen ze daar niet heen? Tuurlijk wel. Daar kunnen jullie toch gewoon naartoe zometeen? Dat is toch geen probleem? Ja, we zetten hem gewoon weer op snel het spel, want het spel is langdradig. Maar de eerste wiet, dat wordt al gedroogd, zo te zien. Ik weet niet of we genoeg hebben aan deze drie... Nou, ik denk het wel, toch? Dat moet wel goed gaan komen, denk ik. Ik ben benieuwd dat als we aangevallen worden, waar ze dan vandaan gaan komen. Nou ja, waar ze ook vandaan komen, ze zullen toch door deze deur heen moeten, dus... En voordat ze bij mijn grow room zijn, moeten ze langs mijn guard, alle andere mensen. Dus ik wens ze heel veel succes daarmee. Ik maak me alleen een beetje druk hierom. Wat gebeurt er als mijn mannetjes er overheen lopen? Misschien gebeurt er wel helemaal niks. We gaan eventjes kijken bij onze wasseretten. En daar hebben we helemaal niks. Want we moeten natuurlijk onze lijnen gaan zetten. Ik denk dat ik auto 1 naar de wasseretten breng. En dat we dan eventjes gaan kijken waar we auto 2 en auto 3 naartoe laten gaan. Want ik wil natuurlijk ook upgraden. University. Even kijken hoor. Auto cannabis. Ik wil deze hebben. Dat hij gewoon automatisch gaat knippen. Dat is natuurlijk wel geweldig. Dat kost maar 30 punten. Dat is niet heel veel. Als we dat gewoon met twee auto's doen, dan denk ik dat we dat best wel snel kunnen organiseren. Dus we gaan dat doen. Ik ga auto 2... en auto 3 op de universiteit zetten. Zodat we daar gewoon putten kunnen pakken en dan die automatische knipgebeuren kunnen kopen. Dan hoeven we dat namelijk niet meer zelf te doen. En dan gaat het allemaal net weer ietsjes sneller. Wat is hier nou aan de hand? Wat is er aan de hand met jullie? Jullie zijn aan het klagen. Dat wil ik niet. Zie je dat? Ze zeggen dat ze moe zijn, maar... Hoe laat is het? Het is bijna 4 uur. Oké, om 8 uur kunnen ze eventjes pauze nemen. Zijn die stats zo erg dan van hun? Wat is er aan de hand dan? Oh, dat valt reuze mee. Er is niks aan de hand. Deze ook. Nee, er is niks aan de hand. Ze willen gewoon iets. Dat kan natuurlijk ook. Onze guard... Hey, wacht eventjes. We hebben een probleem, want onze guard heeft natuurlijk een oude patrouillebaan die loopt. En ik wil natuurlijk dat aanpassen. Even kijken, waar stond dat ook alweer? Patrols... Juist, we hebben een probleem. Dus ik ga dit weghalen. Hoe deed ik dat ook alweer?
Click on a note, click on a start and then add more notes. Wacht even, hoe doe ik dit weg? Nee, ik wil het weg hebben. Moet ik dit serieus? Hé, wat gebeurt hier, joh? Hoe kan dat nou dan? Wacht even, people. Guards. Patrol. Even kijken, ik heb hier delete. Oh, wacht even. Als ik nou op delete klik dan... Dan gebeurt er helemaal niks. Oh, dat is u. Ik zit op delete om mijn toetsenbord te drukken. Waar is die andere? Ja, we moeten eventjes een nieuwe... hoe heet dat? Hallo? Oké, ik volg het even niet meer, jongens. Wat is dit nou dan? Oh, ik moet echt letterlijk... Wacht eventjes, wat ben ik nou aan het doen? Wat was het beginpunt? Oh, wacht, ik zit nu op het beginpunt. Nieuw patrol route. Nou, weet je wat? Laat maar, we doen het wel op deze manier. We laten hem hier zo heen lopen. Ja. Dan gaat hij hier zo door die gang heen. Dan gaat hij hier zo langs. Hier zo langs. Hier zo. Hier zo omheen. En dan daar zo heen. Juist, oké. Okay. We hebben een guard die helemaal rondom ons hele bedrijf loopt. Dan zal nu natuurlijk wel weer hier lopen wanneer ik aangevallen word. Maar dat even terzijde. Hij is in ieder geval overal, behalve hier zo. Want het enige wat ik echt wil beschermen is dit hier. Zodat dit blijft lopen. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hoe gaat het met onze auto's? Ja, er wordt natuurlijk nog helemaal niks geproduceerd. Dat moet even op gang komen. Nou, ik moet zeggen dat het best wel snel ging. Ik had eigenlijk verwacht dat ik de hele aflevering hiermee bezig zou zijn. Maar we zijn alweer operationeel, mensen. We zijn alweer bezig met onze handel. Want handelen, dat moeten we. 12.000 euro over. Dat scheelt ook een hele hoop. Op zich is het wel vet om hier ramen in te zetten. Maar ja, het kost natuurlijk wel weer extra geld. Kunnen we even kijken, wacht even. Beeld, grow room, raampjes. Even kijken hoor. Waarom niet? Laat het gewoon doen. Kijk, dan ziet het er zo uit. Het is wel vet. Ja, het is wel leuk. Oké, even dit weer weg. Ik vind het toch makkelijker om zo te spelen, zodat we het allemaal goed kunnen zien. Oké, ze hebben allemaal even pauze gehad. We gaan weer verder. Oké, dan komen de eerste doosjes. We kunnen gaan beginnen met de handel. Volgens mij had ik de keuze om nog iemand aan te nemen, of niet? Employees, people, ja. Ze kan ervoor kiezen om nog een grower aan te nemen. En ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Of niet? Ja, ik denk het wel. Ik ga dat gewoon doen. We gaan nog iemand aannemen. Working on product, no task. Dat is Lillian Campbell. Wietkwekerij. Jij gaat dit doen en jij gaat naar de auto's brengen. En dan moet ik heel even kijken waar jij bent. Juist, oké, dan krijgen we een hoedje. Wat was dat ook alweer? Een gardener's hat. Dan krijgen ze ook nog een gardener's outfit. Juist. En dan krijgt ze ook van mij gardener's gloves. En ze krijgt athletic shoes. Maar dat kan niet. Waarom kan dat niet? Oké, op de een of andere manier kan dat niet. Oké. Maar we hebben in ieder geval weer een paar handen erbij. Katakomtje. Kijk, perfect. Mooi. Oké, als dit niet lukt, jongens, dan weet ik het ook niet meer. We moeten nu meer gaan produceren. We moeten meer kunnen gaan verhandelen straks. We zitten een half uur in de aflevering. Over een half uur wil ik gewoon dit vol zien. En ik wil die auto's de hele tijd zien rijden. En als dat niet gebeurt, dan moeten we daar wat aan doen. Op de een of andere manier. Dan moeten we het nog groter maken of nog meer mensen aannemen.
Want op het moment dat we land kopen, dan kunnen we weer 2 mensen erbij aannemen. Dus dat kan ook nog. Wat is hier aan de hand? Het stond helemaal vast daar. Hoe zit het bij de wasseret? Hebben we daar al wat wiet? Zie ik daar al iets? Nee. Maar... kijk eens. Ja, ja. We verdienen geld. En dat moet omhoog. Dus we zitten nu op 3,3. Ja, kom op. Het kan beter allemaal. Dat kan altijd beter. Kijk, dit is mooi. Dit is perfect. Ze hebben allemaal eventjes pauze. Of althans, volgens mij hebben ze tijd om te slapen en zo. Ja, dus we hebben best wel wat mensen nu in dienst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even kijken. Ja, zoiets ja. 6 mensen hebben we in dienst in de fabriek op dit moment. Ze gaan wel door hier. Ja, ze zijn weer begonnen. Kom op, we hoeven natuurlijk nog niet iemand aan te nemen die alleen maar de auto's vult, want zover zijn we nog niet dat moet. Maar we gaan wel sneller nu. Want ik moet zeggen, toen we de tweede aannamen, zeg maar, de tweede, hoe heet dat, gardener, toen ging het echt heel hard ineens. We hadden ineens onze opslag helemaal vol, dus ik hoop dat we nu nog harder gaan en dat we die auto's gewoon heel snel vol krijgen. Hoe zit het trouwens met onze handel met de universiteit? 14 punten zitten we. Ja, het duurt natuurlijk ook iets langer nu, hè, voordat we die auto vol hebben. Want in plaats van eentje in de scooter moeten we natuurlijk 4 van die dingen erin proppen. En dat kost gewoon iets meer tijd, want ze verdelen het ook over de auto's. Dus daar moeten we dan ook een beetje rekening mee houden. We zitten op, kijk, er gaat weer een auto. Dat zijn weer 4 doosjes. En welke auto is dat? Dat is auto 3. Die gaat naar de universiteit. Dat is mooi. Dan krijgen we weer wat puntjes erbij. Daar komt hij. Even kijken. Waar gaat hij stoppen? Waar was dat ook alweer? Kijk, daar zijn we. Oh ja, hier zo was het. Kijk, daar komen ze. 1, 2, 3, 4. We zitten trouwens op dag 16. Dit gaat goed. 23 punten, 25. En daar blijft het bij. Nou, auto 2 zit er weer bijna vol met drugs. Kijk, we beginnen onze opslag begint vol te raken nu. Dit gaat goed. Of ja, vol te raken. Volgens mij gaat het beter. Ja, komt hier maar. Weer een autootje bijna. Ja, daar moet er wel wat bij. Waarom lopen ze zo om? Zie dat? Ze lopen zeg maar vanaf de garage lopen ze helemaal hier omheen. Waarom? Waarom is dat? Waarom lopen ze niet door de dingen? Wacht even. Dat vind ik niet fijn. Ze lopen dus hier wel naar buiten, maar ze gaan niet hier naar binnen naar de growroom. Dan lopen ze zo. Helemaal naar deze deur. Dat wil ik niet. Oké, dan doe ik dat even anders. Dan gaan we eventjes moven. Dan gaan deze twee die gaan hier zo heen. En dan doe ik daar zo'n deur. Juist, die komt daar. En dan doen we het even zo. In plaats van dat ze helemaal hier zo erin gaan, gaan ze dan hier erin. Beetje apart van ze niet gewoon hier doorheen lopen, weer terug de growroom in. Even kijken wat ze nu doen. Oh, ze hebben natuurlijk weer pauze. Dat is natuurlijk weer nu als ik wil kijken hoe dat gaat. Kom op mensen. Kom op, daar gaan we weer. Ja, oké, nu lopen ze dus zo. Ja, knallen met die zooi. Ja, het moet sneller gaan nu. Zie je dat? Want hun zijn nu bezig en hij is alweer aan het kweken. Daar gaat een auto. Volgens mij gaat die auto naar onze wasseretten toe. Oh nee, ook naar de universiteit. Oh, dat is niet... Dat had ik toch eventjes anders willen zien. Maar goed. Nog 1 auto. En dan kunnen we onze automatische cannabis... Oh, we kunnen hem al pakken. We kunnen hem al krijgen, joh. Oké, wacht eventjes. Dan ga jij niet meer hierheen. Maar jij gaat hop, jij gaat naar de wasseretten toe. Denk ik. Ja, laten we dat doen. Of... Ja, laten we dat doen. Ga naar de wasseretten. Want ik kan dit al kopen. Unlock.
Mooi. We hebben automatische cutting gedoe. Cutting bench. Oké, dus dan gaat deze, die gaat weg. Even pauzeren. Niet een malletje. Move. 135 of 131 krijgen we terug. En dan gaan we dus... Oké, het beeld ging weer op zwart. Bij sommige games gaat het beeld ineens op zwart. Wat de hel is er aan de hand? Oké, ik ben er weer. We gaan weer verder. Wat wil ik nou doen? Oh ja, die cutting bench. Even kijken, waar staat hij? Juist, hier hebben we hem. Zo, dat is een hoop geld. 480 euro. Automatisch cannabis knippen. Oh, dat ziet er wel professioneel uit, dit. Dit is wel een mooi speel, of niet? Hoppatee. Dan pakken we deze ook. Zetten we er meteen twee neer. Juist. Kijk, we zijn nou echt goed bezig, hoor. Dit gaat goed. Juist. Oké, wat ik nu ga doen is ik ga me even concentreren. Oké, daar gaan ze. Kijk dan hoe vet. Ja, dit moet echt eventjes gedinges worden. Ik moet even een leuk schies opmaken daarvan. Dat is leuk. Zag je dat? Ging echt... Hoppatee, weg ermee. Oh, dat gaat echt veel sneller. Kut, er gaat. Ja, dit is top. Oké, zetten we eventjes dit aan. Ik vind het toch wel fijn om dat gewoon aan te laten staan. En dan kunnen ze het dan meteen pakken en verhandelen. Kijk onze opslag, jongens. Dit gaat top. Het gaat steeds beter hier. Kijk, er gaat weer een auto weg. Ja, we beginnen nu echt... het begint te lopen. Het begint te lopen. Oké, we gaan even kijken. Wat is hier allemaal aan de hand? Auto 3 gaat naar de wasretten. Auto 2 gaat nog steeds naar de universiteit. Dat wil ik niet. Ik wil dat jij ook naar de wasseretten gaat. En auto 1 gaat ook naar de wasseretten. Want kijk eens naar ons geld. We gaan naar beneden. Dat wil ik niet. We krijgen natuurlijk geen geld als we de bedrijven doen. Dan krijgen we alleen maar van die punten voor om te kunnen upgraden. We krijgen natuurlijk geld met onze wasserettes. Met onze chicken fried... Hoe heet dat? McDonald's-achtige toestanden. Weet ik het allemaal. Met die onderpanden krijgen we heel veel geld. Hoe staat het ermee? Hebben we nou al wat of niet? Yes, oké. Er wordt al wat gekocht hier, zo te zien. Het is hier nou aan de hand. Oh, ze legden het... Ik denk al, ze neemt helemaal niks mee. Kom op mensen, koop even wat, wat wierie. Koop eventjes wat drugs van ons. Want we hebben het echt nodig. Kom op. Ja, oké, dat willen ze ook hebben. Prima. Dan zitten we weer op 10k. Juist. Oh, nog een keertje. Perfect. Mooi. Prachtig. Ik ga trouwens eventjes wat doen hier. Als we toch hier zo zijn. We gaan eventjes wat erbij zetten. Juist. En wat ik dan ga doen... Uh-oh. Nee, mijn wiet is weg. Nee, dat is... Oh, dat meen je niet. Oh, we krijgen het ook niet meer terug. Oh, dat is zonde zeg. Oké, daar moeten we dus wel mee opletten. Dat we dat... Oh, dat is zonde. Dat was gewoon iets van 700 euro aan wiet. Dat was gewoon 8 dozen met wiet is gewoon weg. Oké, weer wat geleerd. Daar moeten we dus op letten. Dan gaan we eventjes terug naar de fabriek. Hoe gaat het hier zo? Ja, het gaat goed. Het gaat helemaal prima. Kijk, het gaat steeds sneller hier. Kom op, vol met die auto's. Ja, we brengen nu alles naar die wasseretten, dus het zou niet echt een heel groot probleem moeten zijn. Dit zou allemaal goed moeten komen. Nee, dit moet goed komen. We hebben geen keus. We moeten echt geld gaan verdienen nu. Ja. Ja, dit gaat echt veel sneller. Ze hoeven ook helemaal niks te doen hier, weet je. Ze kunnen gewoon meteen weer teruggaan en kweken. Kijk eens naar onze opstal. Ja, het gaat... Ja. Misschien dat als wij weer land gaan kopen, dat we dan iemand aannemen die alleen maar die doosjes doet. Kijk, daar gaat weer een auto. Hoe zit het ermee? Ja, er wordt alweer wat verhandeld, zo te zien. Gelukkig, kijk, hoppatee. We maken weer wat knakies. Zit alweer bijna op 11k. Dat gaat hard. Maar goed, dat had ik al voorspeld natuurlijk, hè, met wat we allemaal hebben gedaan.
Dit gaat hartstikke goed. Waar is die auto? Hier zijn we. Waar ga jij nou heen dan? Hé? Waarom rij jij... Oké. Dus ga je maar even deze voorrang. Ja, hoe dat nou precies weet, weet ik niet. Maar ik wil in ieder geval die toaster, die wil ik unlocken. Waar kon ik dat ook alweer doen? Oh ja, dat was ook bij de universiteit. Oh, die hebben we al. Oh ja. Hebben we daar tijd voor? Ik heb nog een dik kwartier. We kunnen dat natuurlijk wel gaan doen. Dan moet ik hem eventjes gaan pauzeren. Ik weet niet of dat überhaupt kan. Want dan moeten we ook weer alles aanpassen hier natuurlijk. Ja. Hoe gaan we dat doen? Kijk, Oh ja, dat had ik al unlocked. Dat was ik helemaal vergeten. Dus dat kan wel. Maar moeten we dan ook andere dingen hebben? Deze is ook handig, hè? Ik denk dat het beter is om eerst zeg maar alles te upgraden wat dit betreft. Bijvoorbeeld die drying dingen, zoals dit. De drying rack. Waar kan ik dat unlocken? Dat was ook hier. 40 punten. Ja, dan ga ik toch nog eventjes door hier. Ja, dan ga ik toch even door. Dan gaan we deze. Die gaat dan niet hierin, maar die gaat naar de universiteit. Dan ga ik toch dat eerst upgraden. Voordat we de toaster gaan doen. Zodat we in ieder geval veel sneller kunnen gaan produceren. Maar dat doen we al. Maar ik wil dit gewoon geüpgraded hebben ook. Dat we weer een stapje dichterbij zijn. Succes! Of dat we de stap dichterbij succes zijn. Oh god, daar komt hij weer hoor. De politieagent. Zo, hij wil 1500 hebben van me. Dat ga ik echt niet doen. Ben jij gek? Hij wil 1500 hebben. De vorige keer wou hij 900 nog wat of zo. 950. Joh, die vent is gek. Ik ga dat niet doen. Mensen, daar gaan we. We worden aangevallen. Oké, waar komen ze vandaan? Ik zie die hier eentje rennen. Oh ja. Nou, ik weet niet waar die nu heen rent. Want hier is geen ingang. Hier is de ingang. Oh god. Daar komt hij. Waar is mijn guard? Oh, die staat hier in de gang. Ja, ik zou zeggen, kom maar. Gaat hij echt niet overleven, hoor. Hij moet hier overheen, over die booby trap. Hij moet er overheen. Kom maar. Oké, ik weet niet wat dit is, maar dit werkt helemaal niet. Pak hem. Snel. Hij schoot echt bijna gewoon mijn farmer dood, hè? Tuurlijk, iedereen met een wapen die was niet in de buurt. Oké, hij is gewond, maar hij gaat gewoon een spelletje spelen. Dat helpt schijnbaar. Oké, we hebben het weer overleefd. We hebben geen personeel verloren, mensen. Geen personeel verloren, we hebben letterlijk alles bespaard. We hoeven geen 1500 te betalen, we betalen nul, zoals het hoort. Wij zijn criminelen en wij accepteren dat gedrag niet. Even kijken, wat de hel is hier nou mee aan de hand dan? Waarom kan dat niet? Waarom gebeurt daar niks mee? Dat is toch heel raar? Of moet dat gewoon per... Nou ja, ik vind het heel vreemd dat dat niet... Nou, ik snap dit niet helemaal hoor. Goed, het zal wel. We hebben trouwens nog meer traps. Small mine. Ja, is misschien ook wel boeiend om een keertje neer te leggen, want dit werkt niet. Kijk hem liggen dan. Ja, dat krijg je ervan, eikel. Blijf met je poten van mijn handen af. Ze willen gewoon ons hele bedrijf overnemen. Ze willen ons gewoon pakken, maar dat gaat niet lukken. Hoe zit het hier? We zitten bij ons, even kijken, bij de universiteit. We zitten op 6 punten nog steeds. Maar... Ja, we moeten wel een auto hier naartoe blijven laten rijden, want... We hebben het wel nodig, want we hebben best wel veel personeel wat we moeten betalen. Dus we hebben het zeker nodig, maar als we dus... ik denk dat het de volgende aflevering wordt. Als we dat toasted gaan doen... Dan verdienen we daar sowieso meer geld mee. Dus dan gaan we dit nog upgraden.
deze drying racks ga ik upgraden. En dan gaan we dus deze allemaal weghalen. En dan gaan we toasten doen. Of we kunnen natuurlijk ook allebei doen. Want volgens mij willen ze het allebei, of niet? Of willen ze dan alleen maar toasten? Nou goed, we kunnen het proberen. Want we zien niet hoeveel we daarmee verdienen. Met die toasted. We kunnen het gewoon gaan opzetten de volgende aflevering. Dat we in plaats van al deze dingen, die groene, dat we dan gewoon alleen maar de toasted variant verkopen. En eventjes kijken of dat bevalt. En als dat nou heel erg bevalt, dan knallen we het gewoon helemaal vol met die toasted zooi. Dat kan natuurlijk ook nog. Die optie hebben we. Hoe gaat het hier? 17 punten. Kijk, en dan hebben we de Amazonie en die kost 50 punten. En dan kunnen we zelfs nog verder gaan. Dat is de Fan Cannabis Drying Rack. Dus ik weet het. Wacht even, dit gaat niet per se sneller dus. For drying fresh cannabis. For drying fresh cannabis fast. Dus als we nou doorsparen naar 50 punten... dan kunnen we deze neergooien in plaats van die. Want ik neem aan dat dit veel sneller gaat al, toch? Het kost maar 10 punten meer. Weet je wat ik doe? Jij gaat ook daarheen. Jij gaat ook daarheen. We gaan eventjes weer naar de universiteit. Even kijken of we dat nog voor het einde van de aflevering dat kunnen voltooien. Dat zou wel fijn zijn. Dus we gaan eventjes looken. Ja, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Maxima Productions. Pak het maar. Yes. Komt als het goed is, komt er weer een autootje aan. Ja, dit moet geen probleem zijn, want we kunnen de hele tijd inladen, want we produceren veel meer. Dus we hoeven niet urenlang te wachten, of heel lang te wachten. Kijk, er komt hier een tweede auto aan. Pak het maar. Ja, daar worden ze blij van natuurlijk, hè. Want het gaat, ze denken ook van zo, dat gaat goed daar of niet? Het gaat veel sneller. We kunnen snel gaan handelen nu. Even kijken. Hoe zit het hier? Ja, we hebben het probleem opgelost, jongens. We zijn efficiënt aan het maken, hoor, hier. Aan het kweken. Zie je dat? We zitten niet overvol. We kunnen altijd nog een rekje erbij plaatsen als dat het geval is. Maar volgens mij kunnen we dit nu heel goed efficiënt gaan verder handelen. Dan gaat er weer een auto weg trouwens. Die is al weg. Oh, die komt terug. Kijk, en dan gaat gewoon weer een auto weg. Zie hoe snel dit nu gaat. Dit is top. 39 al. Ja, dit gaan we gewoon redden. Dit gaan wij gewoon redden. Waarschijnlijk krijgt hij een stoplicht. Ja. Hello. Nee, dat doe ik nu nog niet. Reject. Weg met dat ding. Dat gaan we even nog niet doen. Want ik wil gewoon onze fabriek helemaal upgraden en doen. Zodat we in de volgende aflevering kunnen gaan knallen met een andere soort wiet. Dat is het plan voor nu. Dag 17. We zijn al eens een maand bezig, man. Dit gaat top. Zijn we er al? Nee, maar nu wel. Daar komt hij. Ja, weer een auto. 1, 2, 3, 4. Perfect, daar gaan we. Kijk, hoppatee. Nou, we kunnen kiezen wat we willen. Ik ga voor deze. Dankjewel. Gaan we ze er ook meteen van afhalen? Denk ik. En dan stoppen we alles weer hierop. Ja. En dan gaan we naar onze fabriek. En dan gaan we hier eventjes wat organiseren. Dit wordt wel zonde, want ik ga het allemaal weghalen. Maar het is voor een goed doel. Even kijken. Hoe doe ik dat ook weer? Growroom en dan pak ik het. Maakt op zich ook niet heel veel uit. Want kijk, we hebben genoeg in de opslag. En dan gaan we onze nieuwe drying rack neerzetten. En dat is deze. Zo, dat is een hoop ruimte. Maar moet je kijken hoe dit eruit ziet. Ja, dit is echt tof. Dit is tof. Kijk, nu zijn we bezig, jongens. Bam! Hoppatee. Dit moeten we hebben. Dit is top. Nu gaan we echt produceren, jongens. Kijk dan, met die fannetjes eronder. Ja, dat is top. Dit is leuk. Ja, ik denk dat ik dat wat het allerleukste vind aan deze game, zeg maar. Dat je... Ja, je moet best wel wat moeite doen natuurlijk om dingen te kunnen upgraden. En als je het dan uiteindelijk hebt.
Dit is wel heel erg leuk natuurlijk. Oké, ze hebben pauze, dus we kunnen niet zien hoe het eruit ziet als het eraan hangt. Maar waarschijnlijk is het gewoon hè, dat die wiet eraan hangt en dan zien we het denk ik heen en weer gaan of zo. Kom op, laat het eens zien. Kom op, aan het werk mensen. We moeten door, we moeten knallen. Er komt weer een autootje aan. Alleen het probleem wat we nu hebben is dat het nog sneller gaat. Dus zijn we nog sneller aan het produceren. Dus we gaan eventjes nog wat rekjes erbij zetten. Daar hebben we ruimte voor. Kan hier zo bij. Kunnen hier ook nog wat neerzetten. Laten we gewoon alle ruimte benutten die we hebben. Yes, top. Ja, dit was echt een topaflevering. Ik heb echt alles kunnen doen wat ik wou. Ik heb dit helemaal kunnen upgraden. Ik heb het, de politie... Oh, wacht. Oh, wacht eventjes. Ze moeten dat activeren. Zag je dat? Daarom ging die niet, dood hier. Dat moeten ze zeg maar openklappen. Anders doen ze dat natuurlijk niet. Kijk, daar gaan ze. Ja, hoe lang gaat dat dan duren? Nou, het moet in ieder geval sneller gaan als wat het was. Kijk, hier ook. Hoppatee. Knallen met die zooi. Joh, dit gaat echt super snel nu. We kunnen echt heel snel handelen. Even kijken bij de wasseretten. Ja, daar mag het wel eventjes naartoe, want het staat hier helemaal leeg. Maar we hebben wel wat geld. We hebben niet super veel geld verdiend. Dat komt natuurlijk ook omdat we best wel veel hebben geïnvesteerd in de bedrijven. We hebben daar heel veel wiet naartoe gebracht. Dus we hebben heel veel geld eigenlijk misgelopen. Maar voor een goed doel natuurlijk, want... Ja, ik ben er wel trots op dit gebeuren hier. Dus ik denk dat de toekomstplannen zijn... Ja, wat ik zei, zeg maar die toast maken. Volgende aflevering en dan... kijken hoeveel geld we kunnen verdienen. En dan of dit land erbij kopen of dit land. En ja, onze growroom vergroten. Misschien dat we dan toch dit en het toasted maken. Dat we ze allebei maken. Dat kan natuurlijk ook. Want we kunnen natuurlijk ook selecteren in de stellages wat we erin willen hebben, volgens mij. Of niet? Even kijken, excellent. Oh, daar moeten we ook nog op passen. Contaminated. Dus het kan ook nog... de kwaliteit kan ook naar achter gaan. Naarmate het zeg maar ligt. Oké. Okay. En wat ik trouwens ook nog wou doen... is andere lampen inlokken. Ik weet niet waar we dat konden doen. Niet hier volgens mij. Of wel? Conversions. Oh ja, wacht. Dat had ik de vorige keer gezien, maar dat had ik niet op gelet. Excellent 3. Even kijken, drugs, bed 4. Points awarded for drugs delivered. Oh, dus voor excellent quality krijgen we 9 punten. Van de toaster bijvoorbeeld 6. 6 punten voor excellent, 5 voor good en 4 voor bad. Oké. Okay. Maar waar kon ik die lampjes nou unlocken dan? Waar kon dat dan? Moet je kijken wat je allemaal nog kan doen, hè? Nog meth, cocaine. Al die machines. Moet je kijken trouwens naar de punten. Dat gaat wel wat langer duren voordat we dat kunnen doen. Dat gaat veel langer duren. Gunshop. Armor, trade, traps. Scrapyard. Oh, hier, bij de scrapyard. Medium artificial light, 20. Oh, dat kunnen we makkelijk doen. Dat kan makkelijk de volgende aflevering. Dan gaan we daarmee aan de gang. Even kijken, hoe gaat het hier? Ja, het kan hier alles behalve slecht gaan. Jongens, dit gaat echt helemaal tof. Ik ben zo blij ermee. En terwijl het hier helemaal los gaat, ga ik hier afscheid nemen van jullie. Mensen, dit was echt top. Ik heb nogmaals alles kunnen doen wat ik wou. Ik heb nog veel meer dingen kunnen doen die ik wou. Onze growroom is geüpgraded. We zijn nu wel echt professioneel bezig, moet ik zeggen. We zijn super snel aan het handelen. Onze auto's zitten helemaal vol. We kunnen iedereen voorzien van wiet. Dus onze missie is eigenlijk volbracht. Volgende aflevering gaan we door met de toasted versie van de wiet. En dan gaan we kijken hoeveel we daarmee verdienen. Of we misschien de hele growroom omzetten naar toasted. Ik heb geen idee hoe dat gaat verlopen. Dat gaan we dan wel zien. Als je dit nou hartstikke leuk vindt om te kijken en te volgen, vergeet dan niet eventjes de video te liken, want daar help je mij natuurlijk heel erg mee. Dus als je dat zou willen doen, heel graag. Dan ga ik je natuurlijk hartstikke bedanken voor het kijken naar de video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien in de volgende aflevering. Tot dan, doei!